Die luifel heeft op een gegeven moment begeven en die is niet naar buiten toegeklapt, maar die is naar binnen toegeklapt. Huisnummer 77 is de binnenbrand. Er zal nu één persoon binnen zitten. Jullie gaan zo meteen met z'n tweeën direct op verkenning. Opspoor slachtoffer. Nummer 3 en 4 komen straalhoge druk. De backup voor jullie. Vanaf deze deur, want je ziet de rookontwikkeling al. Vanaf deze deur maskeren, deurprocedures uitvoeren. Goed op eigen veiligheid letten. En alles zo snel mogelijk aan mij terugkoppelen. We hebben slachtoffer gevonden. Over. Over. 112, 410, slachtoffer gevonden. Niet meteen het slachtoffer via hoofdingang naar buiten komen. Is dat begrepen? Over. Dat is begrepen. Over. Oké. Van over, heer. Kom maar, zal ik wel even langs. Ja. Kom in de hoek, linksarm. Laat het afhalen. Buiten de deur, links. Okay. IJzeren de deur. IJzeren de deur, links. Linksom. Gang maar, linksom. Hij heeft de deur gevonden. Oké, gaan we erover. Slachtoffer op de grond. Oké. Meneer, hoort u ons? Meneer, hoe is het met u? En nou met echt vuur? Geintje. Op dat moment werkte nog met het oude piepersysteem inderdaad en je hebt mooie pieper inderdaad 24 uur per dag bij je, dus ook het s'nachts en die ligt mooi op het nachtkastje en opeens begint er van alles te piepen en te rammelen. Je hoopt inderdaad in eerste instantie nog dat het de wekker is wat afgaat, maar dat was het op dat moment dus niet. En je krijgt dus inderdaad, dus op de pieper krijg je dus mee inderdaad zeer grote brandheerlen en die moet daar ondersteuning gaan geven inderdaad. En dan zo snel mogelijk aankleden, zo snel mogelijk die auto pakken en zo snel mogelijk richting kazerne inderdaad. En dan zorg dat je op die eerste wagen zit en dat je mee mag. 040, hier AC Zuidover. AC 040, we zijn onderweg voor een
binnenbranden in keukenstudio over. We kregen de melding inderdaad dat er een zeer grote brand in Heerlen was op de Beerselweg. Het zou gaan om een keukenstudio waar in de brand stond. Aan de rechterkant van het pand waren dus bluseenheden van Parkstad bezig. En die gaven dus aan van we horen een sissend geluid, we hebben last van de gaslekkage. En dat hinderde ons in onze bluswerkzaamheden. En daarom hebben ze dus gevraagd inderdaad van kan die gaskraan dichtgedraaid worden, want het gas moet af. De situatie wordt te gevaarlijk. En die opdracht kregen wij dus mee inderdaad van ja, die gaskraan moet dicht. Toen zijn we samen naar binnen gegaan. Aan de linkerkant. Zicht is redelijk. Nou, we hebben dus van tevoren eerst even doorgenomen inderdaad van nou, waar we naar binnen zouden gaan, wat de bedoeling was, wat de looproute zou moeten zijn. We hadden dus van tevoren dus inderdaad te horen gekregen waar dus de gaskraan zich moest bevinden. We zijn om die keukenblok heen gelopen en meten we dus in principe aan de achterkant van het keukenblok uitkwamen. Toen werden we in één keer werden dus pikken donker. Op dat moment hadden we dus nog niet echt meteen in de gaten wat er aan de hand was. We zijn dus meteen ook in principe op de tas verder gegaan. We wisten waar we naartoe moesten. 136, 136, gaan binnen. Dit is ontzettend heet hier. Dit is ontzettend. Toen we dus bij die deur aankwamen waar dus in principe de meterkast bleek te zijn en waar dus ook de gaskraan moest zijn. Toen werden dus in principe van mij en mijn collega werden dus ondraaglijk. De hitte werd zo intens. Je voelde het gewoon inderdaad op je handen, voelde je het branden. Terug, we moeten weg. Terug, en toen hebben we dus ook met mijn collega bevelvoerder overlegd van dit kan niet, het wordt ondraaglijk, we moeten zo snel mogelijk naar buiten toe. Hier moet je schuil, Hammer! Hier de andere dertig! De buitenkant van het gebouw zat dus een luifel, helemaal rondom. En die luifel die is zich dus gaan voeden met hete gassen en met hete lucht vanuit het dak. Vanuit de dakconstructie is dus alles die luifel ingelopen. Die luifel die heeft zich helemaal liggen vullen. En in principe aan de kant waar wij zaten, daar is alles naartoe geduwd geworden vanuit de brandende zijde eigenlijk. En die luifel heeft op een gegeven moment begeven en die is niet naar buiten toegeklapt, maar die is naar binnen toegeklapt. Maar ja, er komt in één keer heel wat rook naar binnen, maar je hebt op dat moment niet in de gaten inderdaad tot een hitte-explosie is inderdaad en tot inderdaad alles in één keer vol staat met hitte en rook. Het werd helemaal zwart voor onze ogen en we konden dus niks meer zien. We zijn dus in principe ook op de tas van naar buiten moeten gaan, maar omdat de hitte zo intens werd, hebben we besloten met bij die L-vormige keuken inderdaad, in principe, het was een afstand van 3-4 meter om in principe rechtdoor over te steken. Dat was een overweging wat we hadden gemaakt. Gewoon rechtdoor oversteken, zo snel mogelijk naar buiten, want de hitte was zo ondraaglijk. Ja, op dat moment, je probeert recht over te steken, maar het gaat fout. En je komt dus op plaats dat je bij de deuropening uitkomt, kom je net naast de deuropening uit. Toen hebben we dus nog een paar meter inderdaad links afgelopen en toen hadden we zoiets van, we zitten verkeerd. Die deur hadden we lang moeten bereiken, het was maar een paar meter. En op dat moment heb ik dus mijn zaklamp gepakt en ik ben dus gaan slaan, naar mijn mening op een raam of op een achterkant van de keuken, want ik had zoiets, als ik een raam kan raken, ik sla door het raam heen en ik sta ook buiten. De ramen die waren gelamineerd en we kwamen er dus niet doorheen. Ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren op zo'n moment. En je hoopt het natuurlijk nooit. En, maar ja, je weet dat het kan gebeuren. En op zo'n moment heb je gewoon zoiets van,
het kan je laatste moment zijn. En dan denk je toch erg aan het thuisfront. Je wilt naar buiten toe. Je bent met z'n tweeën, je moet ook met z'n tweeën naar buiten toe komen. En dat is echt wat je in je achterhoofd moet houden. En ja, dit is een film wat je voorbij ziet komen, maar op het moment dat die film voorbij komt, je denkt ook na van, ik moet naar buiten toe, want als ik niet naar buiten kom, is het gedaan. En je bent met z'n tweeën naar binnen gaan, je gaat ook met z'n tweeën naar buiten toe. Op dat moment hoorde dus die persoon wat dus in die deuropening stond, die heeft van zus gehoord. Die had zelf zoiets van, het geluid komt van rechts in plaats van links. Er zijn andere mensen ook nog binnen. En die had zoiets van, ik zet even een straallage druk in. En ik gooi mijn keer langs het plafond af, voor die hete dampen omlaag te krijgen. En dat is onze redding geweest in principe. Ik heb die straal, die heb ik dus in mijn rug gevoeld. En op dat moment had ik zoiets van, ik weet nou waar die vandaan komt en ik weet dus hoe ik naar buiten moet komen. En op dat moment zijn we dus inderdaad met z'n tweeën naar buiten gegaan. Het is alleen maar hete lucht en stoom geweest eigenlijk en gassen. We zijn zelf helemaal niet met vuur in aanraking geweest. Ik heb van tevoren water klaargemaakt. Ik ben met water in aanraking geweest. Mijn handschoenen zijn nat geworden. Mijn collega heeft tijdens het aftasten is hier over het keukenblad heen gegaan wat nat was. Daar heeft hij zijn handschoenen dan nat gekregen. We zijn gaan transpireren. Die nacht was het 20 graden. Het was een heel extreem warme nacht. Overal waar dus zweet zat, alles wat nat was, dat is dus gaan koken. En een stoomvorming. En in principe daardoor hebben wij dus de brandwonden opgelopen. En ja, toen zag ik dus inderdaad dat ik toen ik dus de brandblaren op mijn handen had staan. En de collega is dus meteen gaan koelen. En in eerste instantie denk je dan nog van, het valt mee. En over een paar uurtjes komt het wel goed met die jongens. Nou, in de loop van de dag werd het steeds verder bijgesteld. Die paar uurtjes werden het eerst 2-3 dagen. En op het eind van de dag werd dus duidelijk dat we dus 2-3 weken inderdaad naar het brandwondencentrum moesten haken. Mijn vrouw maakt de deur open en dan staat daar een brandweercommandant, die staat daar voor je. En de vrouw weet dat je weg bent van inzet en die ziet jou niet voor die deur staan, maar dan staat een brandweercommandant voor die deur. En die komt dan eventjes vertellen wat aan de hand is. En dat heeft een behoorlijke impact achtergelaten op mijn vrouw inderdaad. Maar mijn dochter inderdaad heeft er heel veel problemen mee gehad in het begin. Toen ik na het revalideren weer begon mee uit te rukken. Iedere keer als die pieper weer ging, mijn dochter raakte dus volledig in paniek inderdaad. Die had zoiets van, papa gaat weer naar de brandweer toe en die komt weer niet terug en die zijn we weer voor langere tijd kwijt. En die had echt zoiets van, iedere keer als die pieper weer ging van, daar gaat hij weer en komt hij wel weer terug. Een grote uitslaande brand heeft de showroom van Alia Keukens in Heerlen volledig in acht gezet door de bewakingsdienst van het bedrijf. 50 brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen, maar het kon niet voorkomen dat de 10.000 vierkante meter grote showroom totaal over een specialistische brandwondenafdeling. Ja, dit is dus die plek waar op 25 juni 2005 die brand gewoed heeft. Dat zag eruit als een kleine brand. Dat is toch fors meer gebleken. Daar zijn 50 brandweermensen ingezet. En twee van onze collega's zijn daarbij toch zodanig verwond geraakt dat ze met spoed naar het klinicum afgevoerd moesten worden voor medische behandeling. Dan gaat het dus om wat wij noemen een schokkende gebeurtenis of iets wat iemand aangrijpt waar die geen macht over heeft. Dat soort gebeurtenissen maken brandweermensen regelmatig mee tijdens inzetten, zo'n 4 keer per jaar gemiddeld genomen. En in de situatie hier waren er dus 2 brandweermensen met ernstige brandwonden. Dus die mensen hebben zelf zo'n aangrijpende gebeurtenis meegemaakt en dat heeft weer gevolgen voor de omgeving, voor de familie, maar ook voor de collega brandweermensen. Ja, de eerste en de belangrijkste nazorg of hulp moet vanuit de organisatie zelf komen. Dus collega's die collega's helpen. Wat daarbij belangrijk is, is dat mensen weten dat je na zo'n incident normale reacties hebt. Dat duurt een paar dagen, heb je daar last van. En wat ook heel belangrijk is, is om in de gaten te hebben wanneer die last veel langer duurt dan een paar dagen. Want dan is het wel goed om daar toch wat extra hulp aan te besteden. Nou, dat soort zaken moet je binnen een organisatie goed regelen. En als je te maken hebt met verschillende korpsen, denk ik dat je dat regionaal goed moet afspreken. Wanneer doen we wat, op welke manier en met wie doen we dat?
naar buiten. Oké. Okay. Nou, de... Waar? Even uit de hutte. Hang voor brandje nog. Hier zit je op zo'n 30 graden. Nu nog je pakken. Zeg maar, het was heel warm. Ja. Alles die is beugel, echt... Die beugel die zal nu afgekoeld zijn, maar die is nog steeds. Want ik dacht het niet 30 graden. Kom er niet met je handen aan. Nee, kijk uit. Dus heb je nou het verschil? Ja, mega veel zweet, zei ik nat. Mega veel zweet, hè? Echt, je voelt hier nat. Op die rugbanden. Bij je adembescherming, ja. Dan ga je voeien branden, net als een hele lichte zonnebrand, maar het wordt steeds erger. Iedere beweging die je maakt, is het net alsof de warmte zich verdubbelt en het zet zich vast in je pak. Ja, het kan niet dus weg. Eenmaal als je gebogen hebt, dan gaat het niet meer weg en dan neemt het langzaam bezit van je. Het wordt alleen maar warmer. Ja, het wordt warmer. Mijn hand op de grond, dacht ik echt dat de warmte doorheen ging even. Ja. Schrok ik van. Kijk uit met het pakken van metalen delen. Ja, nou, maar de grond was extreem warm. Ja, heel warm. Jouw haren waren daar heel dichtbij.